op weg naar de kunstlinie Almere Flevoland, zeg maar onze stad Schouwburg in Almere Centrum. Al daar ga ik ongelooflijk veel ondernemers, professionals ontmoeten, want het is Almere on stage. En al die ondernemers en die professionals, advocaten, etc., die ontmoeten met name leerlingen, jongvolwassenen, die op het punt staan om een keuze te maken welke vervolgopleiding ga ik volgen. Want misschien worden zij wel de collega's van de toekomst. Gaan jullie mee? Fantastisch dat je meedoet, Almere on stage. Waarom doe je mee? Wij zijn hier om mensen enthousiast te maken voor werken bij Defensie. Dus jongelui overtuigen om te laten zien dat dit ook een leuke carrière stap is voor hun. Waarom zouden ze moeten kiezen voor Defensie? Een uitdagende baan, afwisselende baan, veel spanning en sensatie. En je krijgt er een aantal competenties aangeleerd waar ze ook wat in de toekomst aan hebben. Je moet het doen, je moet het zelf doen. Je hebt hier een fantastische kans om heel veel verschillende beroepen en mensen uit het bedrijfsleven van Almere te ontmoeten. Ik lees daar, alles mag je worden behalve ongelukkig. Vertel. Precies. Wat wij hier doen is leerlingen inspireren om erachter te komen wat vind ik leuk, maar vooral wat wil ik dan later met de dingen die ik leuk vind gaan doen. Niet alleen gebaseerd op cijfers, waar ben ik goed in, zeg maar op school. Maar soms ben je goed in dansen en wie weet wil je wel dansjuffrouw worden. Nou, dan hebben wij hier zoveel beroepen in de aanbieding om daar eens kennis mee te maken vanaf een andere kant. Ik zit op het ROC van Flevoland en ik doe beveiliging. Beveiliging? Wat voor opleiding is dat? Het is een leuke, leerzame, strenge opleiding waar je heel veel leert ook. Vooral over hoe je hier moet handelen en zo. Op grote evenementen de veiligheid garanderen. Maar wat doe je voor werk? Wat houdt het in, ambulancewerk? Ja, dat is eigenlijk wel een grappige vraag. Ja, het is eigenlijk heel divers. Elke dag is anders. We redden mensen. Komt eigenlijk op neer, hè? Ja, ik weet wat jullie doen als burgemeester. Erg trots op jullie werk. Ja, want je zorgt voor een stuk veiligheid, maar ook gezondheid in de stad. Overal eigenlijk, in iedere straat, in iedere wijk. Ja. Hoe lang doe je het? Ik ben net klaar met de opleiding toevallig. Sinds november ben ik ambulanceverpleegkundige. Ambulanceverpleegkundige sinds november. En je probeert mensen enthousiast te maken voor jouw werk? Absoluut, want we hebben zeker heel veel tekorten en we kunnen jullie allemaal hard gebruiken. Ja. Waarom zouden ze moeten kiezen voor dit werk? Wat is er nou zo ongelooflijk bijzonder aan het werk? Ja, het is een ontzettend stoer beroep natuurlijk. En ik ben trots op mezelf dat ik dit werk kan en mag doen. En elke dag is anders en ik denk dat de diversiteit, dat mijn beroep wel leuk maakt. Weet je een beetje wat je wil worden? Welke richting je opgaat? Nou, ik heb heel veel verschillende dingen die uiteenlopen, dus het is een beetje... Vertel eens, welke richtingen zijn het zo? Nou, verpleegkundige, ik vind lerares heel leuk, maar ik vind interieurstylisten vind ik ook heel leuk. En fotograaf en gewoon, ja. Vind je het mooi, zo'n dag zoals die georganiseerd is, dat je nu met de mensen kan praten die gewoon in de praktijk het werk uitvoeren? Ja, ik vind het heel interessant gewoon dat zij al je vragen kunnen antwoorden. Jack, ik ga jou niet langer ophouden. Jij wil veel meer mensen spreken, niet een burgemeester. Dus ik ga je heel veel plezier wensen, Jack. Dankjewel voor het meewerken aan het interview.